De weekend total lockdown is opgeheven. Dit is een van de maatregelen die president Chandrika Prasad Santokhi gisteravond heeft bekendgemaakt tijdens zijn toespraak tot de samenleving. Ook zijn er andere COVID-19 maatregelen die tot voor kort verboden waren opgeheven. De weekend lockdown wordt opgeheven. Het uitgaansverbod van 20 uur, dat is 8 uur 's avonds, tot 5 uur in de ochtend blijft echter van kracht. Maatregel 4. Het onderwijsproces wordt gestart met inachtneming van de door het ministerie ontwikkelde COVID-19 preventieprotocollen. Maatregel 5. Het samenscholingsverbod is geldig voor groepen groter dan 10 personen. Het is verboden feesten met inbegrip van huisfeesten te houden. En hiervoor zullen geen dispensaties worden verleend. Maatregel 6. Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn toegestaan, uitsluitend indien en voor zover niet meer dan 50 personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn. Dit met inachtneming van de voorschriften. Maatregel 7. Sportactiviteiten in de buitenlucht mogen slechts plaatsvinden met inachtneming van de voorschriften. Maatregel 8. Het vervoer van personen door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer. De naleving en handhaving van het protocol openbaar vervoer zal onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme plaatsvinden. Maatregel 11. Verder zijn met de volgende sectoren en bedrijfstakken concrete afspraken gemaakt. Recreatieoorden, casino's, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden, kansspelkantoren, sportscholen, yoga-dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscenter of gelegenheden, contactberoepen zoals binnen de fysiotherapeuten, kapsalons, kappers en barbershops en markten. Ook hier geldt de strikte naleving van de voorschriften. Ondanks enige versoepeling is het belangrijk dat de vastgestelde COVID-19 maatregelen worden nageleefd. Vanuit de samenleving wordt er in ieder geval positief gereageerd op de aanpassingen. Ik zorg ervoor dat ik maar de regels in acht neem. Maar wat de rest doet, weet ik niet. Ja, bon, het is goed. Begrijpt u? Maar aan de andere kant. Het is wel goed. Dat kan iemand ietsje langer op straat blijven om zijn of haar zaken te doen. Nee, mij maakt niks uit hoor. Want ja, als ik het zo bekijk, is het toch hetzelfde. Want als die 8 uur nog gewoon gebleven is op de weekdagen, is het toch normaal. Maar ja, het is ook dat, ja, we moeten ook rekening houden. Ik zeg altijd, zeg van, men heeft gezien hoe het allemaal is. Laat men goed uitkijken voor zichzelf. Let goed op jezelf. De verantwoording ligt aan jou. Hoewel het aantal besmettingen is afgenomen, is het nog steeds belangrijk dat de vastgestelde COVID-19 maatregelen worden nageleefd. Loop zoveel als mogelijk met een mond- en neusbedekking op, houd de 2 meter afstand in acht en was regelmatig de handen.